In deze video gaan we bespreken hoe we een project opzetten in QGIS om er dan daarna mee te kunnen werken in QField op een tablet. Dus hiervoor gaan we naar QGIS en wat we nodig hebben is in eerste instantie een goede basiskaart, een rasterkaart. Een mogelijkheid daarvoor is om in de XYZ tiles ofwel Google Satellite, dat is een optie, te gebruiken. Of een andere is OpenStreetMap van Google. En dan moeten we natuurlijk zoomen naar de plaats waar we de details willen zien. En dan zitten we bij Wingene, waar we verder het project willen voorop zetten. De Google Satellite ga ik hier verwijderen, die hebben we niet nodig. Okay. En wat we nu nodig hebben is een soort van afbakening, dus een grens. En we hebben daarvoor twee opties, ofwel gebruiken we effectief de gemeentegrens. In een bepaald geval kan dat effectief een goed idee zijn. Of we kunnen ook simpelweg een rechthoekig gebied afbakenen. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar hoe dat we zo'n gebied afbakenen, dan hebben we een nieuwe vectorlaag nodig. Een optie is om die echt gewoon als vectorlaag te creëren, wat we hier in dit geval gaan doen. We geven het een naam. Geen velden aan toe te voegen, dat is voldoende. Okay. Ah, natuurlijk. Geometrie, polygon. En dan kunnen we de laag editeren met het potloodje en dan gaan we een rechthoek toevoegen. Dus bijvoorbeeld voor dit gebied. Dan gaan we dat nog aanpassen, dat het enkel een lijn heeft, symbologie, dus veel hebben we niet nodig. En de lijn maken we rood. Okay. En dan krijgen we zoiets. Dus dat is die mogelijkheid. Andere mogelijkheid is dat we in plaats van zo'n rechthoekig gebied af te bakenen, we de gemeentegrens gaan gebruiken als grens, als afbakening. En daarvoor kunnen we van het GRB gebruiken, dus de gemeentegrenzen. Ik heb die al gedownload van Vlaanderen's database, dus vector. Shapefile ervoor. In dit geval zoeken we dus gemeente, shapefile, sorry. En we openen deze uit. Okay. En dan krijgen we dit. Dus we hebben hier de volledige gemeente Wingene. Dan gaan we van deze gemeente een selectie doen. Dus we gaan voor de laag een selectie doen, select feature, en we nemen deze. En dan gaan we van de laag een kopie maken. In dit geval gaan we de shapefile creëren in een geopackage. Het voordeel ervan is dat we veel minder aparte bestanden gaan moeten uitwisselen met de tablet. Dus we gaan dat hier
even zo opzetten. Dus we gaan naar QField project. We kiezen hier een naam voor het geopackage en we gaan dingen. Is dat het grensgebied, dus we gaan hier gemeentegrens, Wingen gemeentegrens. Series van het project, dat is oké. En natuurlijk belangrijk, we willen alleen maar het geselecteerde feature, dus enkel maar deze gemeente. Okay. Voilà. Nu gaan we die een beetje aanpassen zodanig dat het allemaal wat duidelijker is. Want zo zien we natuurlijk niks, dus deze hebben we niet meer nodig. We gaan die dan ook verwijderen. Het andere grensgebied hebben we eigenlijk ook niet meer nodig. We gaan er niet mee verder werken, dus ik ga die ook even verwijderen. Remove. Oké. Dus dan hebben we enkel nog deze over. Dan gaan we naar de properties en we gaan naar de symbologie en we gaan daar iets van maken dat enkel maar de grens duidelijk maakt. Dus geen fill. En dan willen we wel een rand. Bijvoorbeeld apply. Oké, dat is voldoende. Dan hebben we de afbakening van de gemeente. En nu we het gebied hebben afgebakend, kunnen we ook de OpenStreetMap wat verkleinen, zodanig dat de file, als we die interfacen naar de tablet, niet te groot is. Oké, we selecteren dan de OpenStreetMap en dan gaan we naar in de Processing Toolbox naar Raster Tools en daar hebben we Generate XYZ Tiles. Dubbelklikken we. Als extent kan je zeggen ik ga het tekenen op de canvas en daar aanduiden. Of we kunnen ook zeggen, we gaan het laten berekenen door QGIS vanaf een layer. En dat kunnen we omdat we dus met het grensgebied zitten, met die gemeentegrens. Dus we gaan het vandaar laten gebeuren. Minimum zoom 2, maximum 18. En hoe meer dat je hier zet, hoe langer dat het gaat draaien. DPI 300. Fileformaat, we gaan naar JPEG en kwaliteit 85. We gaan dat niet saven in een temporary file, we gaan er echt een bestand achter steken, dus save to file. En dan zetten we hier dat was klaar en nu gaan we het draaien en dat duurt waarschijnlijk wel even. De file is klaar, dus we kunnen dit sluiten en nu gaan we die inladen van een raster.
juist niet. Dus deze mag weg. Die hebben we niet meer nodig. Remove layer. Oké. En dan hebben we dus enkel dat stukje nodig. Wat we nodig hebben voor in QField. Dus nu hebben we een area, een grens aangeduid. We hebben een kleinere streetmap kaart. En nu hebben we nog een shapefile nodig waarin we dan de effectieve inventarisatie gaan kunnen doen. Deze shapefile kunnen we ook toevoegen aan het geopackage dat we al gecreëerd hebben hiervoor. Of in geval dat het echt een uitwisselbare template zou moeten zijn, dan kan je dat als aparte shapefile houden. Er zijn allebei mogelijk. Dus we gaan naar layer in menu, bar, create en dan gaan we naar, in dit geval gaan we een layer toevoegen in geopackage. Dus gaan we daar, we selecteren ons geopackage dat we hadden gecreëerd en dan gaan we hier de shapefile toevoegen. We kunnen de naam laten. Is in dit geval dan hetzelfde als het geopackage. Dat moet een .file zijn en de CRS van het project. En dan hebben we hier velden nodig, maar dat kunnen we ook later toevoegen. Dat hoeft niet direct nu in de attributentabel. Oké. En dan hebben we hier de shapefile. We gaan ook weer de symbologie aanpassen voor deze. Kwestie van het goed duidelijk te maken voor de persoon die op de tablet werkt in QField. Dus hier gaan we naar properties. We gaan in eerste instantie de symbologie aanpassen naar een goed veldkleurtje. We gaan ook de punten een beetje groter maken. Oké, full color, iets goed fel, dat mag fuchsia zijn, een lijntje rond. Dan gaan we dat dus nu eerst doen, de velden toevoegen. Er zijn al een aantal velden aan toegevoegd, ik ga er nog een paar bijvoegen. Dus we gaan naar properties, fields, en dan hebben we hier een potloodje om nog een paar velden bij te voegen. Dus nog een veld dat we willen is foto. En daar maken we van een tekststring. En die gaan we groot maken, omdat er redelijk wat data in moet kunnen. Dus we gaan... Oké. 255. Dan sorry. En dan nog een veld voor datum. Dus met de bedoeling van hierin het moment dat de inventarisatie is gebeurd in op te slaan. En dat is een date field. Of die time had ook gekund. Oké. Dan hebben we alle velden die we in deze shapefile nodig hebben. Oké. En dan gaan we dat saven. Oeps. Oké, save. Voilà, dan hebben we de drie files die zeker al nodig zijn voor te kunnen werken in QField.